tevreden over het verloop van de zaak? Ja, we zijn klaar met de zaak. Er moet alleen nog een uitspraak komen. Hoe is het geweest in de rechtszaal? Er zijn veel woorden gebruikt. Maar in principe is er niets anders gebeurd dan een herhaling van een herhaling van een herhaling. Zodat we in termen van het strafproces dus vandaag aan het eind zijn gekomen van de behandeling ter terechtzitting. Waarvan alles wat gezegd is, zowel door de auditeur militair als door de verdediging, nogmaals een herhaling van een herhaling van een herhaling was. Niets nieuws. Bent u content met hetgeen dat u heeft gepresenteerd aan de krijgsraad? Oh jawel, meer als content. Blijft u bij het gaat om de invasie van het kolonisator? Ja, natuurlijk. Het zou goed zijn om een aantal werken te raadplegen. Zeker de journalisten onder ons. Moeten ze een keer de memoires van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika lezen. Schultz. Of je moet de boeken van Bob Woodward lezen om aan te geven hoeveel keer er een invasie is hier gepland. Het enige waar we natuurlijk naar uitkeken was het laatste woord van de verdachte. Waarin hij had aangekondigd, althans zijn verdediging, dat hij met onthullingen zou komen. Nou, ik moet u helaas teleurstellen. Niet één feit heeft hij kunnen noemen dat nieuw is en niet eerder door hem is aangegeven. Hij heeft ook eigenlijk niets anders gedaan dan verwezen naar zijn verklaring van januari, toen de verzetzaak is aangevangen en de krijgsraad hem toen gevraagd heeft waarom hij in verzet komt eigenlijk. Hij heeft toen een verklaring afgelegd en in feite heeft hij die verklaring herhaald. Dus niets nieuws. Het was eigenlijk een oude politieke retoriek die we in de jaren 70 hebben gekend tijdens de socialistische en communistische tijden. Maar het had niets inhoudelijk te maken met de beschuldiging dat je de opdracht hebt gegeven en dat je de regie in handen had in Fort Zeelandia op de dagen 7, 8 en 9 december. Wij hebben gedurende de afgelopen 10, 12 jaren gezien, met onze ogen en met onze oren gehoord, dat de heer Boutersen bijvoorbeeld het interview met de heer Kamperveen heeft gehad in Fort Zeelandia op de bank. We hebben ook gehoord dat de heer Boutersen en de andere verdachten aanwezig zijn geweest, de opdracht hebben gegeven aan de peloton om mensen dood te schieten. Daarnaast hebben we ook gehoord en gezien dat er een draaiboek is geweest en men wilde dat bagatelliseren, dat elke militaire operatie een draaiboek heeft. Maar er is kalm nagedacht over deze lugubere moorden die zijn gepleegd. Er is geen enkele twijfel dat de mensen die zijn veroordeeld terecht zijn veroordeeld. Overigens, de rest was het echt een politiek verhaaltje. De kolonisator weer in politiek verband. Vermeldt meneer Boutersen dat hij de eerste was die 500 miljoen van Nederland heeft gehad. Dus heel opportunistisch, begrijpelijk. Maar 30 augustus hebben we alle overtuiging dat het vonnis zal zijn dat zijn verzetszaak niet gerechtvaardigd zal zijn. Wat verwacht u zelf van de uitspraak? Nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Wat valt er nog te doen? Niets. De krijgsraad heeft vandaag afgerond. De verdachte heeft zijn laatste woord gehouden. En er moet een uitspraak komen. Mocht er een uitspraak vallen in het nadeel van uw cliënt? In beroep. Wat verwacht u van de uitspraak? Oh, dat is voor mij, ja. Heren? Voor mij niet zo belangrijk. Belangrijk is van hoe gaan we verder in Suriname. Hoe gaan we verder? It depends. Wat bedoelt u daarmee? Onze slogan was duidelijk. We moeten als Surinamers samen strijden tegen de armoede. Armoede is onze vijand. En we zien dat armoede waarschijnlijk de bondgenoot is van deze regering. En het volk juist vijand geworden is. Dus we moeten kijken. En veel zal afhangen van 31 augustus hoe we verder gaan met het land. 30 augustus.
En dan zou dus aan deze verzetzaak een eind komen. De heer Bouters heeft dus gehouden als een zwijgerecht. Ja. Dat is wat het is. Ja. Misschien dat ik één juridische opmerking nog misschien kan maken. Namelijk dat hij uitdrukkelijk heeft gezegd dat hij zich op zijn zwijgerecht beroept. En de conclusie van de oude militair is dus, als ik je beschuldig en je krijgt de gelegenheid om het te weerspreken en je zwijgt, dan betekent dat in een normale rechtszaak, in een eigen elkelijke rechtszaak, dat je mee eens bent dat je veroordeeld wordt. We blijven geloven in de rechtsstaat, want daar gaat het om. Ayu denk ik voor Kierdemang, Ayu potis maf Kierdemang. Ja, dat zijn de vragen die zijn beantwoord tijdens het rechtsproces. Niet over de kolonisator, want kolonisator, nog kon jou of zoetus makiri, na jou, na de trawante view. Het demand dat ik je van mij kan, mij ook, van mij kan, jou ook, en maar denk je ook van wanko furu, van mijn broek, of kier je lobby wang, dan moet stel je aansprakelijk. Dan ben je ook omdat je buurman, jaroes doet op jou. Na jou keer des, maar dus ook je ten aanstraven. Okay. Bye-bye.